Welkom. We staan hier voor de woonwinkel van Wilgerijk met het nieuwe project Zomerbries. Zomerbries kenmerkt zich door een kleinschalig eiland met 19 woningen. Die 19 woningen hebben een variatie van 2 en 3 kappers. Het wordt een mooie groene omgeving, waterrijk, mooie lanen, 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het wordt zometeen echt een kindvriendelijk en superleuk eiland om te gaan wonen. Ja, het leuke van Zomerbries is dat het eigenlijk een eiland is. En als je een eiland maakt, dan heb je ook de kans om een ensemble te maken als architectuur. Dus je kan echt een eigen identiteit creëren op dat eiland. En dat is heel leuk. En dat begint eigenlijk altijd bij stedenbouw. En bij stedenbouw zorg je ervoor dat je een beetje licht en ruimte in het plan maakt. Dus toen we de blokken gingen positioneren, hebben we heel goed nagedacht over de diagonaal in het plan. Je kijkt altijd tussen de blokken door. Niet in een recht grid, maar eigenlijk als een dambord hebben we de woningen geplaatst. En dan kom je eigenlijk bij de plattegronden uit. Die plattegronden wil je eigenlijk verbinden met buiten. De binnenruimte moet eigenlijk overvloeien in de buitenruimte. Dus de ramen aan de waterkant zijn enorm groot geworden. Ideaal om de verbinding met je tuin te maken. En als je ook naar de voordeur kijkt van zo'n plan, dan gebeurt er net iets meer. Bij de voordeur hebben we net een mooi staand metselwerk gemaakt. Een klein sokkeltje, kun je even je tas opzetten. Waar zit het lampje, waar zit het luifeltje? Nou, die dingen die kloppen allemaal in dit plan. En dat maakt het plan zo sterk. Dus dat hele ensemble begint bij stedenbouw en eindigt eigenlijk bij je voordeur. Zomerbries is een kleinschalig eiland. Je hebt zometeen toegang vanuit 2 kanten. De ene brug is de autobrug en de andere brug is een fietsbrug. Dat betekent dat je eigenlijk in het project Zomerbries alleen bestemmingsverkeer krijgt. Woningen kenmerken zich omdat ze op hun eigen eiland zitten, met het water rondom. Dus iedere tuin grenst dus ook aan het water. Iedere woning heeft minimaal 2 parkeerplaatsen. Deze 2 parkeerplaatsen bevinden zich op eigen terrein. De achtertuinen hebben een ligging naar eigen keuze en er zijn ook bergingen. Als u vragen heeft, kan u zich altijd melden bij de woonwinkel van Wilgerijk of Oomsmakelaars of WVK-makelaars. We helpen u uiteraard heel erg graag verder.